Ik ben vandaag in Den Haag en ik ga naar Lucie Woesthof. Zij is mama van 3 jongens en 1 meisje. En ik ben heel erg benieuwd in haar drukke leven hoe ze alle ballen hoog houdt. Tijd om een koffietje te doen. Ah. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Kom maar binnen. Knappert. Je bent niet bang voor honden, denk ik. Nee? Ah, gek op honden. Nou, kom maar binnen. Echt gezellig hier. Cozy, toch? Ja. En jij was natuurlijk al moeder van de oudste. Ja, ik ben eigenlijk 4 keer zwanger geweest, 1 keer misgaan gehad. Maar ja. 3 biologisch kinderen, zeg maar. Maar ja, Dean was... Ik kwam in zijn leven toen hij bijna 2 was. En dus voor mij, dat is mijn eerste kindje. Ja. En dan de eerste keer dat ik zwanger was, ja, ik was al moeder. Ja, tuurlijk. Dus het was best wel een... Ja, ik had niet dat periode als vrouwen, zwangere vrouwen, waar je nog niet moeder bent, zeg maar. Nee. Dus bijzonder. Zwanger zijn is ook niet voor iedereen heel fijn. Nee. Nee, ik weet niet hoe jouw zwangerschappen verliepen. Ja, ik heb het wel altijd dus heel bijzonder ervaren. Mm. Ik heb ook niet echt problemen gehad of zo. Natuurlijk, ik ben ook in de laatste fase, ik voelde me ook niet meer zo'n mooi, prachtig vrouw. Op de laatste weken dacht ik ook, ik ben ook nu klaar. Ja. Ik ben ook groot en ik ben een beetje zat. Maar ik vond zwanger zijn wel heel bijzonder, ja. Nou, het is het meest bijzondere dat er toch wat in je lichaam groeit eigenlijk. Van niks, zo zie ik het. Ja. Het is een miracle, toch? Het is toch niet te geloven? Ja. Als je terugkijkt naar je zwangerschappen, zat er veel verschil in? Eerste keer was ik 26 en ik had geen werk. Dus ik was gewoon thuis voor Dina aan het zorgen. En ik weet dat ik heel actief was. Dus ik had toen geen rijbewijs, dat weet ik ook nog. En dus ik ging overal met hem fietsen. Ook toen ik gewoon hoogzwanger was, ging ik met hem heel ver fietsen, overal naartoe. Dus ik was best wel fit. En die tweede was ik een ietsje ouder, maar ook nog steeds thuis. Dus heel actief met de kids. En toen ik zwanger was met Lea, was ik een stukje ouder. En ik werkte fulltime in ons bedrijf in Amsterdam. En ik ging elke dag in de auto zitten en achter mijn bureau zitten. En ik was ook heel misselijk met haar. Dus ik ging gewoon alles eten wat ik kon. Want het moment dat ik ik moest constant eten, anders werd ik helemaal misselijk. Ja. En ik merkte dat toch wel, de conditie speelt natuurlijk een rol. Ja. Dus op het eind was ik wel echt moe. En dan met 3 andere kinderen voor te zorgen. Dus ik merkte het ook in de bevalling. Mijn conditie, of laak af, mijn conditie. Dat maakte het allemaal wat zwaarder. Maar ja, gelukkig ging het alle 3 keer uiteindelijk gewoon goed. Oké, want ben je bij alle 3 natuurlijk bevallen? Ja, alle 3 in het ziekenhuis. Ja. Dat was iets dat we hadden eigenlijk gewoon samen besproken. Dat was iets... Nou ja, ik kom uit Engeland en in Engeland is het helemaal niet de norm dat mensen thuis gaan bevallen. Dus ik had dat eigenlijk niet in mijn hoofd als optie. En Dinant had een heel sterk voorkeur om in een ziekenhuis te bevallen. Dat vond hij gewoon fijn. Dus ik ben in het ziekenhuis bevallen op de natuurlijke manier. En de eerste keer wel met de ruggenprik en de andere 2 keer niet. Dus ik heb gewoon beide ervaringen gehad. En wat vond je fijner? Ik heb 1 keer zonder ruggenprik een waanzinnig mooie bevalling gehad. Echt volgens mij zo mooi als het kan gaan. Ja. Ook gewoon dat ik dat heel goed kon managen. Natuurlijk, het doet wel pijn, maar het is ook, ik was mentaal heel sterk, maar ook heel kalm. En heb ik dan een keertje met haar zonder ruggenprik en het was heel heftig. Omdat ik toen voelde dat ik nog niet, dat mijn lichaam en mijn geest niet in sync waren. En toen we met de ruggenprik, dan is de pijn weg. Ik had alleen maar, ik miste een beetje gevoel van controle, ook toen ik moest persen. Het is een heel raar gevoel. Je voelt letterlijk, of ik voelde in ieder geval mijn benen niet. En de volgende keer dat ik zwanger was, dacht ik, ik wil het wel proberen zonder pijn met hulp. Want ik dacht, ik ben benieuwd hoe het is zonder. Ja. En dat de tweede keer was een waanzinnig mooie ervaring. Maar ik denk, met haar, als ik een ruggenprik had kunnen krijgen, had ik het genomen. Ja. Maar dat was zeker al te laat. Het kon niet meer. Ja. Ik weet, de verloskundige zei, je kan wel een paracetamol krijgen. En ik dacht, ik dacht, moet ik lachen, moet ik huilen, moet ik iets aan doen, wat moet ik doen? Geef het hele doosje maar. Ja, dat was gewoon, ik dacht ook, serieus, weet je, is dit het? Dus ik denk, je moet gewoon kiezen een moment wat bij je best bij je past. En ik denk dat het gaat om ook voorbereiding en ook weten wat de keuzes daar zijn. Had je angst?
Nee, niet echt. Omdat ik denk dat ook een beetje dat jonge... Ik was gewoon naïef. Ik had eigenlijk geen idee. Ik kwam hier, ik was in Nederland. Ik had ook geen familie, ik had ook weinig vrienden. Ik kon ook toen geen Nederlands. Dus ik voelde toch een beetje eenzaam in de voorbereiding daar naartoe. Ja. Maar dat betekende ook dat ik had niet zoveel verwachtingen van. Ik had wel gewoon volledig vertrouwen. Nou, vrouwen hebben dit 1000 jaar gedaan, dus ik kan het blijkbaar moet ook. Moet gebeuren. Ik ga het gebeuren. En dat is ook gewoon zo. Dat vond ik ook bijzonder, ook met haar. Maakt niks uit wat je zegt. Dus je zegt je het niet wil. Je lichaam gaat het sowieso doen. Ik weet dat toen de weeën begon, was ik heel erg geschrokken door die intensiteit. En dat was, denk ik, toen wat mij een beetje heeft geduwd richting ruggenprik. Want ik dacht gelijk, oh my god. Ja, kan dit nog erger? Ja, dat weet ik ook. Ja, ik dacht, oké, dit is heel heftig. Dit ga ik niet kunnen managen. Maar ja, de tweede keer was ik dan minder bang. Want ik wist wat me te wachten stond. En ik dacht, oké, dat is het. Ja. Oké, nou, nu weet ik hoe het gaat. En ik sprak Nederlands. Ik had wat meer vrienden gemaakt. Ook, dus ik kon ook met andere vrouwen spreken over hun ervaringen. En ik was mentaal sterker. Ja, mentaal zit je er gewoon heel anders in. En ik denk dat dat is alles. Van, tuurlijk doet dit pijn. Toen het heel pittig werd, kon ik alleen maar zeggen... Oh jeetje. Oh jeetje. En daarna, weet je, Dino zei tegen mij... Het was gewoon grappig, je bleef alleen maar dat zeggen, maar heel zacht. En met haar heb ik een paar momenten waar ik dan... Dus het was toch gewoon, ik was wel zogenaamd oude en wijze met haar. Maar ja, de derde keer ging het toch heel anders. Wat vinden jullie belangrijk om de kinderen mee te geven in de opvoeding? Ik wil heel graag dat ze voelen dat ze zichzelf kunnen zijn in hun leven. Dus whatever dat is. Dus wie ze zijn, op wie ze verliefd worden, wat ze gaan doen met hun leven, vind ik heel belangrijk. Ik wil ook dat ze goed mensen zijn. Ja. Ik heb soms gewoon gesprekken en ik deed zeker de oude twee vinden ons een beetje serieus. En dan zitten ze daar zo van, oh, hier gaan we weer. Ik vind het belangrijk dat ze bewust zijn van wat er speelt in de wereld. Maar ook wat niet goed gaat. Weet je, we hebben de laatste tijd heel veel gesprekken over racisme bijvoorbeeld. Ik wil dat ze snappen wat voor privileges ze hebben. Ja. Wat voor effect dat heeft voor hun, maar ook voor anderen. Ja. En dus we vinden het wel belangrijk dat ze bewust zijn van hoe de wereld in elkaar zit. En ook, ik zou heel graag dat ze daar hun eigen bijdrage aan leveren om dat gewoon beter te maken. Dus ik las een keertje een quote van Barack Obama. Hij blijkbaar zei tegen zijn dochters, be kind, be useful, be fearless. Ja. En dat vond ik altijd heel mooi. Mijn kinderen hoeven mij geen groot succes in de maatschappij te worden. Ze hoeven geen grote carrière te zijn. Ik zou heel blij en trots zijn als ze gelukkig zijn. En als ze iets doen dat gewoon voedend voor hun is. Maar ook voor de mensen om zich heen. Weet je, dat fijne mensen. Dat is, fijne mensen. En hoe uitzicht dat in de praktijk? Nou ja, ik moet zeggen, ik doe ook best wel wat vrijwilligerswerk. Dan neem ik ze mee of ik praat ze met ze over. Dus echt, doe niets voor een ander. Maar bijvoorbeeld Dien, onze oudste, hij gaat studeren dit jaar. Dus hij gaat uit huis. Maar ik heb een heel sterk gevoel, ik wil geen jonge man de wereld insturen... zonder dat hij voor zichzelf kan zorgen. Want ik denk misschien, onze generatie of misschien de generatie daarvoor... Ja, die moeder deed alles voor dat jonge man. En dan ging de wereld in en zocht hij ook dan een partner... die ook alles voor hem ging doen. Ja, en dat ga ik mijn fellow woman niet opleggen. Nee. Dus ik ben begonnen met zo'n project independence, noem ik dat. Dus hij doet zijn eigen was, dingen van de belastingdienst. Nou, ik zei, zoek het maar uit, laat me weten als je hulp nodig hebt... maar ga maar eerst zelf proberen. Nou, hij gaat ook 1 keer per week, kookt hij voor ons allemaal... Gaat hij dan ook gewoon iets verzinnen? Dan gaat hij dat regelen? Gaat hij boodschappen doen? Gaat hij koken? Dat is goed. Maar hij vindt het ook leuk. In het begin dacht hij, hij vindt het eigenlijk leuk. Van elke keer maakt hij iets. Of dan zegt hij, en dan is het lekker. En iedereen geeft hem complimenten. En dan je ziet hem ook groeien. En dat gaat goed. Maar het is wel spannend. We gaan hem missen. Nou ja, ik kan me voorstellen. Ja, hartstikke mooi. Ja, ik wil je echt bedanken voor je openheid en kwetsbaarheid. En jij ook, bedankt. Ik vond het heel fijn om jou echt beter te leren kennen. Ja, volgens mij kunnen we uren doen. Ja, wat is het? Jammer dat het alweer klaar is. Ja.